Archimang, Lukumang, Nana Sasa ba yokromo. Pardon. We spoke def ma maser nang. Me baro di, not go mit south, oswe go mit west. We spoke de we baro odi, I ari bani, I kon ish dong of his toro. Ye kon face kon back, de teka nyonsu, fu serana seip sa. En mis don janga bara rut. Ya maser gambo, dao de ti de baka pucha den prespar nyonsu lek fa maser gambo daki. Un haru bani, is toro. Ma fos mi bijing, ma bar ala desma ori na trase. Desma de tang, ina buitenland, de sernamang, ok tu. De man die etang de tak Engels jaren, de mij verstaan ook toe. Dus nogmaals, hoe dit idee heeft, jij de speciaal nu zo doen, en we zijn zeker dat uno argument tori de tak die de Masragambo. Ik want je er jaso. Tijdens verkiezing, betaki was setting. Ja. En nowhere tak fawe setting. Dus dat hij. Fasane setting. Dus dat hij. Je begrijpt? En dat je shitaki. De man tak wawan te pirman boutu dus wawan chis wawan sani et do. Yeah. Dus je shitaki ontwikkeling e kong. De biji project e kong. De project e kong. Yes, dati. So, da we biji ti dena nikeri we baru nu. Dati. Beku yere wan sanip sadape. Ya tok. Sanip sadapa president begwe dape. Ya tok. So, sap sadape bravo. Ya, yeah, I repon wan biji project be dape. Biji project de ma opo dape. Ya. En a project dat na wan solar farm. Dat nam ding zonnepaneel tori toch? Wacht wan nana zo net nana fluister me toch? Zategi. Taxana solar farm. Ja. Yeah. So we nana jere bij jo kromo wala mala. Dat wan taki na schone energie. Ja ja. Je verstang dat na gadoji. Ja. Je verstang. Ja ba son van nodu a son leg. Ja. Da mate ja energie. Isabi top. Ja. En samishi go set dape. Na prins pari. Na bombi zani. Ja. Met tegi mazrakambo. Ma wakti apripo. Dan mana en samenwerken en medewerken voor EBS, hè? Ja, ja, EBS, ja. Je maakt tori. Je begrijpt dat EBS ook naar het buitenland smaar, de man kon installeren de tori, is dat ja, dat we begrijpen. EBS ook toe, maar technisch in Oso. Mooi. Dus de man, je doet dat tori dat en je begrijpt dat, zoals dan, want je begrijpt dat oil en gas komt. Wacht, maar voor zo'n gona oil en gas, bararut. Ja, want DC is hier, this city, yeah. Omdat oil en gas komen, ja, is het dat we wachten dat we dat die. Man, dat na bedoelen dat, mij wat melden dat die, na dat na bedoelen. Dus in feite, sama sara chane do, a president fuma maser nang, sama et do, ama et do so dat na drink deresi wakti sichi. Dat na toe. Ja tok, drink deresi dus ei berei, de jong wang afesi, de mama, de papa, want in begrijp, dat na 400 tot 500 huishoudens. Yeah. Ook is haar stroom dat hij. Ja, ja. En al sluit aan tapa EBS. Ja, ja. Dus de mogen parallel toch? Dus yeah. Niet direct, maar de mogen. Zijn want als dat sound de mogen put dat yeah. Na mija, 2 miga wat dat pera. No me grap. No grap. Dus even vasteng. Yo dede. Je kon blaka. Yo dede. Je kon donker zwart. Yo dede. Dus in hem kon vast aan dat hij. Dus de man zet dat toe dat hij. Dat hier in de kutak. Hotelen kon, zijn ik daar best meer toch? Dat je moro energie. Bij man kan je dus dat in het drinken. Dus no. In feite sa regering die zegt dat dat ja no cha mira. Nee. Draag meer. Nee. Dat aan haar systeem. Nee. Nee. Dus je zou je van trouwen no mo. Ja, ja, ja. Terwijl in pot kon bij. Ja, ja, ja. In liever wan bijdragen. Ja, ja. En Islamic Bank zit dat hoor. Ja, dus je begrijpt dat je nou, nee, dit is een Caribisch ontwikkelingsbank. Ontwikkelingsbank. Ja, sorry. Pardon. De man dat zegt dat. Dus dat is een episode. Dat is een takkie. Als je buitenlands beleid boom. En vertrouwen. Vertrouwen. Maar boy dat. A money is gewoon de juiste prijs. Dat is niet. Maar dat vertrouwen de. Ja, want in ego lening. De ego pay rokoman. Of je go bij alu. Ja, en een ayung. No. Nee. Nee, je goed dat serenatory. Aspraak meki. Aspraak sam meki dat tamare kan go baka da dore opoji. Isabi. No man tap doro pot. Krandel doro pot biji boutu di abaka dore no mango. Nee, en die president ben dapo mazergambo. Wan biji man.
Maar met de bedrijfsleider dat, hè? Ja. Kan, toe ik je afwezen, dan man kon dit een jong boy te hebben. Ja. Dat de man die op plan. Ja. En neem van man dat hij. Want dat is mooi vallig voor Sierra. Want dat moet overeen, mij. Overeen, meneer. Brian overeen. Brian overeen. Ja, man. Dus nou een man. Zou Rocco ja te batori. Ja. Hai. Bueno. Mm-hmm. Era we era to come. Ja, man. Zo. Dus dat Archimano kom je eerst aan dat hij dat Asandisi nou een air booster die niet carry. Ja. Ja, Clara Polder, hè? Ja, Clara Polder. Mooi zo. Mm-hmm. Dan nou een herbooster die niet keri. Ja, ja. En wakti oil and gas. Ja. Die heeft dat nog zo reten. Dat president doet het een toren. Dat zou doen. Zou doen. En dan gaan we op een fonjong praktijk lokaal. En die keri is er even? Ja! Serieus? Ja, man! Maar saide man do asana dan. Saide, saide. Yere jaso. Kan ik afvatter, waar je nou moet saide man. Asana LBO, lager beroepsonderwijs. En dan wordt ze even takkie. Zo moet zo, in afgo naar hoge HTS, hoge technische school. En dat die. Maar me bedoel takkie, uno sakare takkie, ilas kande ino tisa kans. Maar dan nou, door tussenkomst, ik kan gaan op die lagere school, ik moet ook, ja, ik wil leren vak. Dus gericht. Gericht. Oké. Okay. Dat je moet leren van elektro, van monteur. Lassen. Lassen. Ja. Draai banyi. Alla de todati. Ja, la de sandati. Oké. Okay. Dus je sabi want dat je tak over oil and gas toch. Ja. Dat oil and gas story. Dat de man af gotek man buitenland komt. Oh, dus dat na bedoel eigenlijk. Ja, dus dat de jong wang funi keri na getrat. Omgeving. Omgeving. Ja. Dat je moet toch niet dat je man nog niet keer man waar. Nee. Come on. Kabatuba a. Want. Sami verstaan. A president taki. Ja. Dat is a sotori di sadwani keri. Egoin aladen di strikti pe de skorode. Dat nu lokalo bou. Nanga uruang o renofer. Nanga nu machine o kong. Oké. Ja? Ja, ja. Dus nu machine kondes dat wan taki. En de leer. De leer misanga de leer masara. Dat de smart serve for tis leri. Voor waarop kan de nieuwe machine. Oké, okay, oké. Okay. Dus na een landelijk project. Ja, maar ja. De man bij Jani Kerry. Dat af je de man een booster daarbij. Ja. Die sabi toch met betrekkelijk feit dat kassani. A oil and gas. Ja, dus zij wel leg me uit. Dus nu, nu. Van zo'n prijsien. Regeren die zie. Ja. Euroko. Ja. Tak hier nou. Hoe sabi dat olie en gas ekon 24, 25. Ja. Toch. Dan hoe we zitten alle de toren. Want dat is aan toren. Ja. Dan op na voedag. Hey, zou doen nou. Ano sa wadu da was don, da umofe lomba, ma da yere plane sa kanga 100 arbeiders. Oh, e konfko woroko jaso. Da se namo klage. Da was de klage. Ja, ja. Da fwes koifu futu lek tewe sukuse in sa gorong. Nee, dat a president no wani. Ja, ja. I verstang, en dan, wan, atak wan santu. Ja. Over a oil and gas. Ja. Atak yere ja. A oli na nga khas guduwa lokondere. Ya, ma, fosi takatori. Oji komentar, mek ama take fosi da oja komentar. Abong, dako arjen. Argama fosi, kuluk sama itaki. En, laat me vandaag nog een keertje herhalen. En ik ga het vandaag nog een keertje benadrukken daar op die conferentie, over die oil en gas. Er is een ontwikkeling gaande in de wereld. Van het uitfaseren van die fossiele energie. Uitfaseren wil zeggen op een tijdlijn 2030, 2050 en beyond die fossiele energie uitgefaseerd zal moeten zijn. Dat is visie van de wereld. Maar de visie van Suriname is er wel. Dat heel wat landen in de wereld die oil en gas gehad hebben. En ze zijn van die oil en gas hele rijke landen geworden. Ze zijn van die oil en gas hele sterke economieën geworden. En die oil en gas is niet plotseling van ergens komen stromen vanuit een kriek of vanuit een hurricane. Het is door God daar geplaatst voor ons volk. En dat ons volk het recht heeft om optimaal gebruik te kunnen maken van onze oil en gas. En wij als nieuwkomers Suriname en Guyana dat recht mogen hebben, net zoals alle andere landen. Om die oil en gas te kunnen exploiteren ten nutte van de Surinaamse samenleving. En dat is wat onze grondwet zegt. Natuurlijke hulpbronnen behoren de natie toe.
En wij moeten die kans krijgen. En we willen plotseling niet geconfronteerd worden met dubbele standaarden van de wereld. Dat plotseling wij niet meer onze oil en gas mogen exploiteren. Maar dan gaan we aan die wereld zeggen van luister, dan laten we die oil en gas daar, maar dat bedrag, dan moet je mee dat bedrag betalen als wereld. Dat is een andere optie die we gaan kunnen presenteren. Dus nogmaals, het is een issue. En onderschat die issue niet, we moeten onze stem blijven laten horen aan de wereld. Natuurlijk gaan we het op een milieuvriendelijke wijze doen. Natuurlijk gaan we dat doen met een achtnemen van de nieuwe milieunormen. Wij zijn carbon negatief. Wij zijn carbon negatief. We behouden ons bos. We beschermen ons bos. En we geven zuurstof aan de wereld, waarvoor we ook 0 cent krijgen. Ja, we krijgen ook 0 cent daarvoor. Daarom is het onderwerp van climate finance bijzonder belangrijk. Dat we wat terug moeten krijgen van de wereld hiervoor. Dan weet u wat onze visie is en ik zal dat vandaag weer dat vertolken. Laat de wereld horen wat onze visie hieromtrent is. Zo, Brarud. Wat is dat? A president. A malheid. Hier is dat. Dan moet je de zeker vissen. Dat is toch? Tino de zeker vissen. Ja. Dat je happer. Maar het is niet vloeiend. Ja, ja. En correct. En correct, ja. En met de 100% inzangen. Ik denk dat hij zijn volk die inzangen, man. Juist. Want hier is dat. Na na sa sa ba yo kromo verstaan wansani. Sa a president dat tak dape. Taki. Tera konder kon gudu. Ja. Na nga oli. Nanga gas. Ja. Te noete. Dan nomo. Di gaya nanga saranang ofeni. De psychondre. De psychondre ofeni. Da yabitra o kanga wantara standard. Yeah. Ma president is taki. Me kaka mi futu. Ek fut na chal. A oil and gas. Lekfa a mama wete taki. Na fa volk. Yeah. De natuurlijke hulpbronnen. Yeah. Want aan ons maar op een kopot aan een koffer aan me voor ze. Ik verstaan. Nee. Na massar gaat op poten na doti na liba joonu. Ja. Tak disi na viepo nu. Maar wans aan die me was kortu. Taki abani chibri. Maar en tutu da doro. Want die a president ga ni keri. Ik verstaan. Ja, tras ma begode bego kosi. Tak san if terawang. Maar president is tja ont wekelengo. Ja. Zijn er verschillen? Leg maar verschillen. Hier een verschil naar die zie. Een president die zie. Loopt er lang. Ja. Een president tja verstaan. Juist. Een president kan go à la condre. Ja. Is dat wat je zegt? En dan boven is dat je leeft. Maar ik kan vertolken, Tori. Want af en toe maar tjaren kon. Ja. Maar dat keer een. Ik voel dat je me. Dat keer een minomacht doen, moro. Ja. Dan compenseren we in die money. Dan sambo poer. Sambo poer het ook groen. Ja, Jimmy. Dat is Jimmy. Ja, maar wat een voorbeeld aan land. Ja, toch? Tak luku ma mi busi. Nee. Me sorgu grong tapanga mi busi. Nee. Nanga ko sonde suurstof. Dati. Inejim notik ba. Nee. Dat disi wan tapu. Nee. Dat shati wan shat mi blok. Ja toch, want you, like president, you have come up your volk. Ja. If uno do disi. Ja. Dan in principe we dan zo altijd. Dat voet, afoetijn lanyi lanyi. Juist. Yes. Dat is die lanchi. Toe allemaal wan go vooruit. Ja. You wan go vooruit toch. Ja. Persoonlijk. Ja. A kondrim go vooruit. En a kondrim go vooruit. Je in Morocco en in Morocco toe. Ja. Daar ook voor uit toch. Ja, uiteraard. En je gramp tjanga, je afop tjeng. Dus luku, als aan sam mi etegi, dat je verstaan taki, a president disi, ano pri e pri. Nee, helemaal. Dus daar door in a tjeng grong. Ano fire e fire. E beteng. E beta tjeng. Dus dat is. En lobe anu ja tjeng. E beta tjeng. Je verstaan. Ja. Isabi, mawo, gwa ter chapter. Dus je verstaan, isabi arti maluku manana sa sabba yokromo. Yabi wan mira jaso in mama serna, koranti mira. So de mekare, no? Ja. Drag mira. Drag mira. Oké, oké, so de mekare. Na moro ke falak mira. Misabi. Want elfi fi fetangeng. Ay, misabi. Want e chiri nyang. And if wan bon de. Wan neti aklare. Wan neti. So langa abon abi wiri de go na abon. Ta bon abi wiri moro de de gwe. Ja, ja. A jes na san dat me shep sensor nan. Ja. I verstaan toch? Ja, mi verstaan hei. Mi verstaan. Want mi ma, be lobe ori pchipchi verkadere te neti. Ja, oké. Osu go shiribi. Aha. De fo teru want ori. Ja. Tak yere ya bisma. Ika jide nyang.
Mm-hmm. Vanaf 1 januari kom ik 30 december. Ja. Ja. Ik zie oorjaar die, if je me kwam fout in je den, dan is tak morgen. Dus hier jaar in je den, jong? Ja. Zo oorjaar die, in je den, jong? Ja, maar dat kan je morgen. Ja, maar dat kan je morgen. Maar zo laat je de man laat je zo dan. Maar na soort zand dat die heb zijn, mama ser nang. Mm. Dus o die draag meer, mm-hmm. Je tak abona not morgen, uh-huh. De vrouw is het ook. Oké. Dat de vrouw is hier. Oké. Want dat de saptak not not heeft tek. Ja, dus de drie broeders te de shitaki, it napoeie lenny lenny. Hey. Maar, ja, bisma, die ook toe etak, nee, ik laat me niet misbruiken. Nee, nee. Ja, maar doe jepi, altijd goed hoor. Ik versta. Ja. Want, en i abisma de da se bere toe, de jifaya, de govicha nesi. Fa koranti mira educate. Adraf mi yeah. Educen anga tichi meka kadoro yeah, yeah. Tagonyango fornita ye forstatori braro e gravatori ya suma yesi mm. Ayere suma forstang a forstang yeah. Ye forstang wan mm. Dis no kan nee. Wan nee. Arakeren disi mm. No kai mek muiti fuk moto ita dipe dal mm-hmm. Agoli pouda nee. Ini da we kresa sa afrika loktu yeah. Da nomo tiche trusin wil alla sorts an epsa yeah. Isabito bijayanga takurumaniri yeah, yeah. No mag e comfort kan it ni doa san same tok braro natuurlijk sa san euro isabito en a regering di si egito rohna a folk en a boves dat liver caro an boves ya ke alguno ke fosi go rapator go mor fara a regering di si le hoy tu altijd dat aan Eurocogomita voor kiezen wat, toch? Nee! Dus Eurocogomita de klinkender, klinkender, allemaal zat zo. Ja, Isabito. Eurocogomita toekomst. Toekomst. Dus als aan zei dat hier, ja. Een regering en die baka, ja. Dat nou, meneer, tegen de regering. Ja. Dat zal dat hem doen. Ja, toch? Ik kies je, ik pot je dat, hè? Ja. Voet doet dat hier. Vier baar, dat mijn belang. Dat zijn Eurocogomita. Ja. Maar ook dat je gewoon dat hij dat doet. Nee, je gaat dat, hè? Ja. A volk en pa je. Ja. Dan doe je het door zijn etaki. Juist. Dat zo. Dus de verstand dat er geen is, brada, rood, nana, sasa, ba, je kromo. Ja. Dan eji, a volk, baka, AKB, achterstand. Bede, a halen. Ja. Je sabi, malengri ma money. Opo. Ja. Oursma money opo. Ja. No no mi era duf a ufia for u hedim go wam chi for trahen de. Ma ma dat seti. A tiken ba karabuk ba pot a lak. Ja. Ye first time. De yesi. Isabi dus de actor stand de mai lopo de en. Ja. Bombi je actor stand bede. Ja, bombi ja. Isabi. Money no bede. Nee. Ja. Se tak no bede. De man ba money to. De man di de man gue. Ja. De man olim next di de man sto. Koranti mira. Dus dat die dog. Je verstaan. Mm. Zo. Dat je verstaan dat je dan want terasana regering die mm-hmm. Ze doet. A schuldherschikking. Ja. Jong, hé, asan dat die. Dus mi a bewondering ja president. Dan a regering dan. Ja man. Mi a bewondering. Met teji. Voor zo'n beetje 4 miljard. Uh-huh. Nou, in ons. Dus dat adoro zei. Ja. Maar in ons zo'n. Isabito. Ja. Dat desan dat is seti. Schuldherschikking. Allemaal. Nou, maar nou wordt zij gebruikt. Dus dat hier. A vertrouwen. Ja, ja. A vertrouwen is de. Ja. Dat je. Je kan vertrouwen de man die stap de woord. Ja, want de mopayu. De mopayu. Alleen mijn mopayu. No. Ja. Want a kas fromu. Ja, san die smara. Smara. Want if mi payu, a volk voor mij no manjang. They want that no no wa economy de tap was smaller regel. Ja dog. Dus dat un mamanu frère ja, ja. Set asani fu yuku fawe chare go wan na na sa sa ba yo kromo no ma. De do ye bari yeah. Ma de no bar tum si ta. Ne. Sho. Dus de first time taki passe meki. Ja. Isabi ouro gebou e renover. Ta kan a mi. Ja want tiere no. Isabi tak passe meki. Ja. Da eigenlijk me kan minister leg uit. Ja toch. De minister toch, Noor Mohammed. Ja. Ik kan maar leg uit. Samen doen. Mooi zo. Na passie. Juist. U weet, vorig jaar hebben we start zijn gegeven als ministerie van Openbare Werken. Om een herstart te maken met overheidsgebouwen.
tweeledig. Eén is gebouwen die vervallen zijn, urgent nodig zijn, een facelift te geven. U herinnert, we hadden het start zijn gegeven bij het Staatsraadgebouw. Deze gebouwen die we nu bezoeken zijn vervallen voor jaren. Niemand gaf aandacht aan deze gebouwen, helemaal verwaarloosd. Dus we hebben toen vorig jaar het start zijn gegeven met een aantal overheidsgebouwen, ook zelf van het ministerie van OW. En vandaag geven we weer het start zijn voor rehabilitatie van nog een aantal staatsgebouwen. Een heel bijzondere die we ook doen is van het Hof van Justitie, hebben we ook net bezocht. Dat gaat er heel mooi uitzien, zoals je op de banner hebt gezien. Dit beleid was jarenlang verwaarloosd en we geven het een nieuw leven, een nieuwe kans. Het tweede deel van het beleid van staatsgebouwen, dat bij het ministerie van Barenwerken ligt, is wat wij niet nodig hebben of niet meer kunnen onderhouden, dat gaan we afstoten. Dat traject loopt al. De Raad van Ministers heeft goedgekeurde procedure en we beginnen met de eerste gebouwen heel binnenkort. De particuliere gebouwen, daar hebben we ook, heeft de Raad van Ministers ook een procedure goedgekeurd, zodat wij als ministerie van Openbare Werken eigenlijk de wet verder kunnen gebruiken. Je moet weten dat wat vervallen gebouwen betreft, het een gevaar is voor de omgeving, voor de buren, maar ook voor mensen. In elke vorm. En de huidige wet hebben we in handen, maar de Raad van Ministers heeft inderdaad ook gezegd van minister van OW gaat agressief beleid uitvoeren daarop. Nou, wat zegt het besluit? Het besluit zegt dat we de eigenaren van deze gebouwen gaan contacten. We gaan ze een termijn geven, zodat ze het probleem oplossen. Dat is extreem. Het andere extreem is, als we geen eigenaar vinden, dan gaan wij de procedure overzetten tot onteigening van het eigendom van derden. En die komt dan weer in handen van de boezem van de staat. Je weet in het kader van de overeenkomst met Groot Paramaribo, met de bedrijven en, bepaalde ministeries, hebben we deze afspraak ook gemaakt. De eerste start zijn is al gegeven. De eerste gebouwen die verwaarloosd zijn aan hun lot zijn overgelaten, die eigenaren worden binnenkort opgeroepen dat zij maatregelen treffen, zodat het een en ander veiliger is. Of gewoon van de hand doen. En als ze dat niet doen, gaan wij de procedure onmiddellijk inzetten. Dus we geven ook start zijn wat dat betreft binnenkort. Zo, we disi, brada Rut na na sa sa ba yo koromo. Disi be de apisif de gebouw, verwaarloos de gebouwen, nanga de santi. Dus dat na in a foto. In a foto, ja. Paramaribo. Dat de man is seten kon fa abouan moro betere fesi. Dat hi. Asan nom jesi wan bouwval. Dus dat hi toch. Isabi toch de fa, ya son bouwval. De na man de. Isabi ne. Dat aan natori dat. Dus dat die. Dus je verstand die zeer go over gebouw. Ja. Maar. Passie mek to. Ja, passie. Ja, maar is het passie to, ja. Dus dat ook to de na schuld herschikken. Ja. Ara de to dat die. Pusseti. Ja. Dus paiman die libabaka. Ja. Dan minoma paien direct. Ja, maar ontwikkelen ja, moet go. Ja. Dus dat we sprayers en dat we setting saf saf. Saf ja. Sade man betaki. Na zo'n setting. Dat is. Je begrijpt. Dus daarom ik de markt ook toe. Juist. De asfaltreparatiewerkzaamheden die zijn gestart eigenlijk op 16 juni. Maar we zijn begonnen in Paramaribo. Momenteel zijn we bezig aan de Hoogruisstraat. Daar gaan we wel tijdelijke reparaties doen, omdat het ministerie van Openbare Werken in het latere stadium de hele weg gaat reconstrueren. En dan krijgt het wel een nieuwe laag. Dus vandaar dat het tijdelijk wordt hersteld. En nu zijn we dus op de locatie Kennedy Highway. En hier zijn we begonnen, ik denk dat het 8 of 9 juni moet het zijn. Maar de werkzaamheden zijn gestart met 180 stuks kernboorinventarisaties. Waarbij zeg maar de totale weg, de opbouw geïnventariseerd is. En op basis daarvan zijn de keuzes gemaakt voor het bindmiddel die toegepast gaat worden voor het opcyclen van dit gedeelte van de weg. En in totaal gaan wij afgerond zo'n 3 kilometer aan volle breedte weg rehabilitatie doen. Maar het is niet aansluitend, maar het is wel een beetje verspreid van elkaar. En we zijn gestart eigenlijk vanaf Oevertoom. En dan gaan we richting DD Highway. Dit is een samenwerkingsproject met het ministerie van Openbare Werken. Waarbij de wegenautoriteit eigenlijk de directievoering doet. En het ministerie van Openbare Werken is de opdrachtgever.
We hebben een paar weken terug gelaunched, landelijk herstelprogramma van bepaalde wegen. We weten dat veel wegen in Suriname slecht zijn, maar we hebben vanwege budget kunnen maar een aantal doen. Dus de keuze is gevallen om hoofduitvalswegen in het programma te zetten. En dat zijn echt niet veel, dat zijn echt 1, 2, 3, 4, 5 wegen. Dat zeg je 100 wegen. U weet, vanwege de grote schulden die we hadden, de mensen die zich nog herinneren, toen ik kwam als minister, zijn we in Marowijne begonnen. Daar is een weg geselecteerd, dat te maken heeft met mensen die wonen, productie, et cetera. In Kommerwijnen is er een weg in de productiegebieden gekozen om te verharden. In Ikeri en Koroni, de Oost-Westverbinding, in Saramaka ook één weg, Chandisouweg en van de Tilakdariweg. Dat zijn de twee wegen van Saramaka en Kommerwijnen. En we komen nu naar Saramaka, Parawanika, Paramaribo, waar mensen jarenlang hebben gewacht en zeiden van wat doet de minister. Dus we komen nu naar Paramaribo, Wanika, Parabrokkeponde, waar we beginnen met, we gaan geen echt nieuwe wegen asfalteren, maar we gaan herstellen en dat gaat ook lijken op een nieuwe weg en het heeft ook de karakteristiek van een nieuwe weg. En dat geldt nog voor vele andere buurten in de stad. Groot Paramaribo, dus vooral de hoofduitgangswegen. Dat soort wegen waar heel veel mensen rijden, zitten nu in het programma om een herstel te krijgen. Waar goed is, komen we niet aan. Alleen waar slecht is, gaan we herstellen. Ja, Brarwe. Dat is Sanepsa. Ja, toch. Sanepsa, ja. Moest u toch. Maar dankzij als schuldherschikking. Dus dat die. Dat ik kan werken aan de aannemer. Money, resta. Dat de Michael Jepi. Ja. Want de man op het is money. Nee. Dus dat moet nog bij doen. Nee. Je verstaan man ook zijn het doen. Je verstaan. En sa regering die zegt dat hier. All hands on deck. Is dat door van akruyara. A paar boten. Die dat op liba. Ja. Dan noem maar boten teken watara. Ja. Sa wala mala di dena boto musdu. Taka ngami. Heb su pura watra ita boto tok. Da wala mala e pura watra fu kando roshoro. Ja, toka jo de dala mala. Ande su o de de wo forsoy. Wo forsoy, ja. En ara keren di si e aksi fa bo folken des fu. Unden suma ina kondere. Tak yere no. Meku ala mala u bondru u anu potka wang. Meku luku fo uka yepi. Isabito. Ya. En one poco masin one poco. Sasiba. One love. Oh yeah. If first time. Yeah, Mr. Babu. And that are here in this one. Yeah. Isabito lobo serefi. Yepu serefi. Meku setenda ku archa poco. There will be no do. One
the father of creation. Yeah, yeah. Era Bob Marley en DC dat tegen takatori voor oil en gas naar de young one. Ja. Ik zou het daarom met mij draaien om pokus aan de young one verstaan. Ik zou het ook. Want misschien Nana bij dat, want ze is een keer school. Dat is. Ja. Verstaan. Dus Nana heeft een kick toe. Oh. Want Nana bij Aben ten toe. Ja, 100%. Je verstaan. 100%. Zo. Dus dan, je luku taki un potu edeka wang de ku libile bradanga safu pura kondere. Uit dat diepe daar. Ja. Idee eens aan. Ik ben helemaal eens, Brasa Grambo. Maar dat was wel sumo. Allemaal jepi. Allemaal jepi. Ja toch. Dus na lekator van kruiara. Ja toch. Akruiara. Da kruiara da tapali bij tekwater. Na allemaal van wan kobaya of van kupa van sanje pour water trouwen. Ja. Dus we jepi. Je hebt zerepi, natuurlijk. Je hebt zerepi. Maar mooi wan, Brasa Grambo. Je luku in jullie kong. Mas pasi. Na. Motor uit Asani toch, motor uit Asani. We hebben motor uit Asani en dan maar spassen kon dan brassen of serefie. Ja. Dan om lukutak na afschaffen slavernij. Want wala mala. Ja. Sorry. Dat is maar zijn met koso koso en tek me. Ja. Maar ja. Zo. Maar ook motor. Ja. Want wala mala hoe we hier ook samen kwamen. Dus wala mala. En vier want die demsje want die Japanese boy. Maar Taiwan was banti. Ja, no? Ja. Dat zei je dan? Maar dat is een pas hij vier. Ja, helemaal goed. Dan zie je dus de animation. Weer one is haar. Oké. Is het ook? Is het even zat ook? Ja, toch. Want koffie, John, po Tamara no grapera. Dat me begrijp. Ja. Maar zijn dape? Zijn dape Tamara toch. Lili dorp. Ja, no? Ja, toch. Oei. Zo. Ja, maar zeg maar. Want ik begrijp dat Lili dorp lokobe, psa dape. Ja, ja, ja. Dus voor seraf op psa dape. Dus dat zijn op psa. Ja. Zo. Maar je begrijpt dat je aan ontwikkeling en go door, dus we zijn niet blijven steken. Nee, nee. Want we nog abatemf go actie sumo die jepi. We moeten doorgaan. Ja. Je verstaan. En de regering gaat ook door. En alles aan die regering is goed. Zit je volk voor zijn naam. Ook de man die de tijd naar buitenland. Ja. Die wat kon naar zijn naam. Kolo de familie. Wacht. Ja, regering belooft ook. Ja. Regering moest het dat hoor, Juno. Ja. En samen begrijp. Bakatamara. Ja. Ketikoti. De Aladdin's Massatijn Nederland, de Senaman. Ja. De man af gaat actie voor morgen. Wakti. Met Eji. Dus wakti. Afasma go. Abaya karta. A karta, ja. Dat daar doro jana sandereino. Ja. Dat ei paya money. Dagba toch? Dagba. Ja. In af voor morgen. Oh. Fisom no de ma regering be beloof. De man be beloof at ori. Ja. Dus Adisa no promis kaune fat karo. No. Per 1 juli. Eh? Tamara toch al 1 juli. Tamara 1 juli. Akoti. Dat hoor koti. Ketikoti. Juist, akoti. Isabito. Simsatori. Ja. Ik rauw toch. Zo. Dus dan, Fisom Story City. Ja, ja, ja. Dus suma de dape, ja. De bradanga safu di dapa diaspora. Ah, makkelijk. De mant naba e dati no. Moro. No. Want wantus ma be na, disi, ja, dati. Ja. Maar meer en aan het einde dat ik hoor om of hoe dat lauloos aan de regering is opzij doen. Ja, ja, ja. Je begrijpt. Ja, tuurlijk. Maar natuurlijk ook toe, de regering die zie, het is hier nog om lukken bepaalde sma, vooral de man die naar verkeer. Verkeer, de man door de auto naar de motor. Ja, maar voor zo'n piste dat die,
want me aan one item. Zo zijn we. Jere ja, te juna DNA let. Mm-hmm. Dan namen sumaye de dape. Want u bent akator, ja, no koranti mira toch? Nee. Nee. Die of draag meer. Nee, te ja DNA let. Ja. Dan mi stemt op you. Ja. Fugu luk mitori, apoloktori. Ja. En of ik was het doof you. Dat van hem. Dat van je toch DNA let. Dus gewoon je ook ga go. Nee toch. Dus gewoon je go. Ja. Je tak mi want tron DNA. De tron DNA let. Nee, na volk heb pot you. Fudu. A belang voor volk. Sasande. Isabi. Sasande. En je doet a belang voor volk met eer en geweten. Zo so is het. Dat je doet a belang voor volk, maar niemand is volmaakt. Nee. Allemaal een make-upje fout. Ja. En in de oprecht. Ja. Voor dat je eer en ik heb fout gehandeld. Mm-hmm. Ujim pardon. Ja. Corrigeratorie. Zo. Maar de man die handelt fout zo, so alo broeia me ka kondre guinada. De doet a sandati. Mino jere in terra. Ino jere in terra. Nee, no? Tiga deel de mij me ki bari fa de due morobum. De due morobum. Da detaki. Da president gani keri de mango me ki bari da pe fa de sape morobum. Da president gani keri da cha ontwe kalengo. Dus dat die. Maar dat na verschil toch. Ja, bepaal lef de ma en leg uit maser gambo. Tak, a regering die si, no do next ete, no a project. Yeah. De project sa de ma se do na sam. Deliba baka afu kwart. Ja. Dan moet ik daar geen idee van hebben. Maar jere ja. Kom actie wan sani. Want me volg wereldpolitiek. Ja, ja, ja. Vooral doe voor Holland. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus dat komt ook partij van de arbeid en ook die transportpartij. Die de andere mag. Ja. Dat de man bij de bouw aan scoren. Mm-hmm. Dat noem ik dat er regeren kon. Dat zijn borgers scoren dat die. En bouw en godoro. Nee, maar dat. De man ja, zijn naam en leggen. Dat aan die bouwing, aan een bouwing naar de tram, de man afvist die bouwing, aan de man project. Jere ja. Dat is wat ik denk. Ik kan de initiatief nemen. Ja. Na, if mi pabe de wan koning bo de wan prins. Zo simpel. En zo mens ja zijn. If mi pabe de wan koning bo de wan prins, we die mi pano koning mano prins. Nee. Je sabi toch. Dus al die woroko def do, dat jong doa woroko. Yeah. Want in het doen die jou, de doen die afvallen. Maar de man sangwe maser gambo, de man afaswaren met denk bokrompo toch? Is abasani fu a gebouw na Wanika straat, gemeene landsweg, a schoot gebouw toch? A schoot gebouw, ja. A pisten dat dan finishan aan de man poten toch? Ja. Dat die de man skong, dat de man tak, no. Mino wani. Dus dat de man wami ka sango doro. Nee, toch maar dat, jere jaso. Ja. Mio teji. Mhm. Noi ti di fouru niente. Alte mi ya ju. Mi sapta che mi serve di fouru niente. Ya tule ya. Ma te nya sai tu. E crab gabaka. Oh, da yo. E crab gabaka. Mhm. De sa so de mandi stang. Ya ya. E pede crabu e troan olo. Ya. E ale fa de sumu. E sumu. Ya. Dus dat is. Dus je begrijpt. Ja. Dus na sa sa ba yo kromo arekerend is no danga san dati. Sa o di wan san mus du ja folk. En de man saptak na wan boon sani. De mego doro. De mego dorangen. Ja. En. Pe amon ok moto wanti nyamon ik bafesi. Dati. Ma pa ok moto. Dati. Ino sabi. Ja. Ma amone kon en e du. Ja. Omdat de dape na mas a folk. Ja. For het folk. Sa san euro. Je begrijpt ja. Opera rot. Sa san euro. Jo. Dus dat we gwe moro fara. Mm-hmm. Isabi toch. Mm-hmm. En dan in de wan warachtige assemblee lid. Ja. Voor. Kan me keuzes. Sang in duja volk. Na nga fa en in mayere a volk. Ja. Sang a volk voor strati et taki. Dat is. I verstaan. Mm-hmm. Dat o archi wan de assemblee lid dat is. Oké. Okay. Met hem spraken we ook over de beschuldiging van parlementariër A.B. Jones die aangeeft dat Van Samson vaak genoeg praat over dingen waar hij geen weet van heeft, omdat hij veel meer slaapt dan wakker is in het parlement. U hoort parlementariër Cedric Van Samson. Ik ben niet hier om de mening van mijn collega. Ik ben er hier voor het volk, waarvoor ik wel degelijk werk verricht. Vandaar dat men vaak mij ziet hier bij de vergadering. En laat me één ding duidelijk maken. Wanneer wij hier de presentie hebben getekend, dan vangt de vergadering aan. Je bent niet verplicht in de zaal te zitten. Je mag in de koffiekamer zitten. Je kan ook in de fractiekamer zitten. Ik heb vaker mensen ontvangen tijdens de vergadering in de fractiekamer, maar dat deel van ons werk is. Ik maak me niet druk met parlementariërs die niet eens begrepen wat een presentielijst is. Kijk, iedereen heeft het mogen zien dat mijn collega Ebo Jones het verschil niet kent tussen presentie en prestatie. Kijk,
toen ik heb gevraagd, de mensen in Ikeri, die van mening waren dat ze hebben gewerkt, maar ze waren last minute in dienst genomen, ambtenaren. En we weten in Suriname wat het probleem is van dit mooie land. Het probleem dat we hebben in Suriname is ons overheidsapparaat. Dat wint die wij land die bij. De bijdrage, de inkomsten die komen uit onze grondstoffen, aardolie, goud, dat die allemaal gebruikt worden om ambtenaren te betalen. Dat is geen, het hoeft geen enkele discussie, we hebben geen enkel nationaal dialoog daarvoor nodig. Dat is de realiteit. Wanneer mijn collega Ebo Jones als antwoord geeft dat de mensen betaald moeten worden omdat ze een presentielijst hebben getekend, dan begrijpt hij niet eens het werk van DNA. Hij begrijpt het verschil niet tussen presentie en prestatie. Want wanneer je de presentie hebt getekend bij de overheid, dan is dat een bewijs dat je aanwezig bent. Wanneer je hier de presentie hebt getekend, dat wil zeggen dat de vergadering aan kan vangen. En wanneer mijn collega Ebo Jones het verschil niet kan begrijpen tussen nationale assemblee, waar het wel of niet tekenen van de presentielijst behoort tot een democratisch middel, en een overheidskantoor waar iedereen die daar werkt verplicht is om 7 uur aan te vangen met de werkzaamheden, dan ben ik bang dat het niet zin heeft om te gaan praten over het werk van DNA, als hij die twee eenvoudige dingen niet begrijpt. Kijk, u moet goed nagaan. Bij het laatste interview daar, daar gaat u heel veel tegenstredigheden merken bij de persoon Ebo Jones. Die op ene moment aangeeft dat wanneer mensen gewerkt hebben, ze geld moeten krijgen. Is het diezelfde Ebo Jones die aan jou gezegd had dat wanneer mensen de presentielijst hebben getekend, ze geld moeten krijgen? Ik bedoel, make up your mind. Toch, ik bedoel van, is dat wat Nikeri moet vertegenwoordigen hier? Ik vind het jammer, omdat ik denk dat wanneer een landbouwer in Nikeri zit op zijn combine, dan zit hij op die combine. Wil dat nog niet zeggen, hij heeft gewerkt toch? Maar ja, het is misschien de opvatting van mijn collega Ebo Jones, maar ik maak me niet druk hoe collega's naar me kijken. Ik ben hier om collega's. Ik ben hier voor het volk voor wie ik werk moet verrichten. Wanneer het volk aangeeft dat het de mensen niet goed in de haak zit, dat je volksvertegenwoordigers hebt die gekozen hebben om volksvertegenwoordiger te zijn en daarnaast ook nog willen opteren voor een inkomsten als te zijn beleidsadviseur en men terecht daar vragen over stelt en wij het in onze verkiezingscampagne ook hebben uitgelegd aan de mensen dat wij hier in ordening willen brengen. En ik heb het met nadruk gezegd dat het niet gaat om mensen die uit een bepaalde profession komen, want we hebben hier topfunctionarissen uit de politie, we hebben uit onderwijs, we hebben ook uit de medische sector hebben we hier verschillende vertegenwoordigers. Wil dat zeggen dat de mensen hun primaire carrière moeten stopzetten? Nee, daarom heb ik gezegd, die wet wordt een heel, niet gecompliceerd, maar de behandeling ervan. We gaan echt alle stakeholders moeten horen om die wet tot zijn recht te laten komen. En als dat direct gaat snijden in de vingers van mijn collega Ebo Jones, want daar gaat het om. Je komt aan zijn brood, want je moet nagaan. Als mijn collega Ebo Jones aanzit bij Grasalco als consultant. En we hebben het hier gehoord, ik heb het gezegd. Ronnie Brunswick heeft als vicepresident aangegeven dat meneer Jones in een periode van 4-5 dagen een bedrag heeft opgestreken van ik denk volgens mij 4000, houdt u met een goede. Maar heel Surinaams volk heeft het gehoord. Niet ik stotterde hier. Ik stotter niet wanneer ik praat gewoon duidelijk. Dus wat dat betreft weet het Surinaams volk dat wanneer Cedric van Samson praat, een vertegenwoordiger praat die weet wat hard werk is. Die weet wat het is om arbeid te verrichten om je geld te ontvangen. Dus ik begrijp dat de behandeling van die wet al een beetje begint te knagen aan mensen. En sma is je dat de brede ook in gevaar. Maar het gaat bij mij niet daarom. Want ik vind, wanneer je goed werk verricht, moet je ervoor betaald worden. Maar het moet niet zo zijn dat je eerst in een functie komt als volksvertegenwoordiger in het wetgevend orgaan en dat je ook nog via jouw connecties, want wanneer ik het zeg, geldt het niet voor alleen Ebo Jones en de mensen in de oppositie. Het geldt ook voor de mensen in de coalitie, want de mensen in de coalitie zijn in staat om zichzelf in bepaalde functies te laten benoemen. En men moet niet vergeten, toen mijn collega Rishma Mangri gevraagd was om in de RVC van SLM, was ik een van de eerste mensen die er kritiek op had. Omdat ik vind dat die twee dingen niet samen gaan. Wat dat betreft trek ik de lijn recht door. En als die behandeling van die wet erin moet resulteren dat de waardering voor een DNA-lid beter wordt, dat die functie beter uitgevoerd kan worden, dan moet dat het zijn. Maar u hebt ook altijd uw mening uitgesproken, mening gehad, heer Joe,
heren van Samson over de last minute ambtenaren. En we zien dat er nu een vonnis is uitgerold. Uw reactie daarop? Nou, ik heb begrepen dat dat vonnis nog niet op schrift beschikbaar is. Dus ik heb de minister nog niet kunnen spreken hierover om precies te weten wat de volgende stappen zullen zijn van de minister. Maar ik heb van een andere collega van mij begrepen dat de personeelswet het bijna praktisch onmogelijk maakt om bepaalde dingen te doen. Toch? En ik vraag me af, als wij dit land vooruit willen brengen, als we niet eerlijk in de spiegel moeten kijken. Want je kan niet aan mij uitleggen dat je kort voor de verkiezing in dienst bent genomen. Je hebt nooit één dag gewerkt. Maar je moet met TWK alles ontvangen. Willen we dat land zo vooruit brengen? Daarom vond ik het, ik vond het erg toen ik merkte dat meneer Salon samen optrok met meneer Edam. Terwijl meneer Edam de vertegenwoordiger is van mensen in die zorgsector die werken voor hun geld. En meneer Salons is juist de man die opkomt voor de last minute in dienst genomen ambtenaren. En hij gaat nu verder met die fight, zegt hij. Hij zegt, al die mensen moeten dat geld krijgen. Dus je vraagt je af, als deze man een onderneming had. Als meneer Salons bijvoorbeeld een plek had. Ik moet ook een voorbeeld. Sabor de Lori. Als hij dat zou doen op die werkplek. Gewoon die vraag, toch? Dat is mijn euroko, maar je moet het niet gedes. Maar zou je het doen als het jouw bedrijf was? En als je hem die vraag stelt, dan ga je merken wat zijn antwoord is. Dan ga je zien wie de mensen zijn die van dit land houden. En wie de vernietigers zijn die gewoon erop uit zijn. Voor Boroka Kondre helemaal, voor Soige Wuringen uit. Want we gaan dat land zo niet vooruitbrengen. Zo, dat doe je er. Want we raakten als een blijde en een man. Ja. Die takkie aan mijn kosso en mening. Ja. Isabito. Ja. Dus dat je begrijpt dat je zoals man een laboratorium. Nee. Maar wat is de mening? Ja. Want ik bedoel dat ik nog café gisma in de wereld. Maar dat is een voorbeeld. Maar dat is een vakbondsleider dat hij toch? Ja. Want hij zelf niet functioneert. En hij ook nog. Zo. Dan we gaan want te gaan. Adjes. Ayure, Chisi. Ja. Zo. Maar nana sa sabba yokromo we gaan want te gaan. Pieter. Yes. De snelheid duivels. Ja. De manderi jerry tap grand land die passie. Mm-hmm. De kapasa de baka jari. En de na rebo ways. Dat de man na rebo ways. We acheti dat koto. Ja. Jimatori. De man die na rebo ways of a vallen. Ja. Is dat de man die? Of ja. In een man lissan dape. Noti. In een man chama foto's revi. Ja. Je begrijpt toch? Mm-hmm. Dan je begrijpt de man die tereman kisio. Ja. Dan kan dit dat a hoogte van butu. Ja. En de 25 duizend SRD. Nou, met graag. Hoogte. Awa, automoni. Met egi. Of, ja, mijn tuyari. Kopie. Je go benen. Je go weer uniform. Meneer. Ja. Unu voestena zei 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 blauw. Unu voestena zei 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 Dat kan de woman gos doen dat zoeken hem naar eng. Ja, stok. Dus alle den toren. Maar jere ja zo. Zo is de mij veroorzaak aan rijden. En dan maar zapt aan rijden. Is aan mijn regwe. Of aan mijn longwe. Ja. Dus alle den toren dat hij. Juist. Maar ja, maar Gambo. Tori de taki. Maar. Ik zei taki. Abigiman. Die nabirti. Ja, dus jere no. De man taki. Botro schwiti. Ja. Maar barim tapu. Dus dat hij. Terafas no de. Ano kander. Zo. We nana sasa ba yokromo kodes ukodorak bafa programma. En hoe ta ki tevreden na de informatie duji. Afas fa regering. Ja. Echare waka. Ja. Fa de seteng. Ja. Saf safri. Saf safri. Isabito. Ja. En wans anime warsi utak da ai. Mm-hmm. Want abani chibri. Mm-hmm. Maar het to da doro. Dus en we si de tufeng. Tak hij set op de loer. Uh-huh. Oil and gas. Dati. Maar kore krabiasi. Want. Arregere dis nepri. Dat is. Isabito. Ja. Yeah. En. Me was korde ma de gedrag des refle. Koranti mira. Mm-hmm. Mek de sap de sheriffi. Mek de goin dungru camera. Dat de go. Vraag de eigen af. Of de menen aan a kondre disi. Ja. Yeah. Of de menen aan a de sheriffi. Ja. Je verstaan. Mm-hmm. Dat af de man. Die abba gedrag. Voor koranti mira. Sobu so drag mir. Mm-hmm. De man de kal pluk. Ja, de Shabitok, de mandati, mek de sap de serefi. Ja. Wat de masargado eji wansani, an MLD. Mm-hmm. Na jum sap tak tisa masargado jimi. Ja. Mek mi kustere, mek mi chare na fasi.
Okay. Je verstaat. Mm-hmm. Zo. Dus dan met Barodi, met Taku Grantani, Taki, Oru Serefi, Ucharu Seref na Fasi, Mamoro Prince Parwan, Kwan Miserefi, Medwe Alade. Trusiani na Gorong, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Met moeite voor pranwan sani. Wisa a wampchi pol, wampchi disi, wampchi dati, want wawan te e pirman boutu. Dus da e yep you in you onderhoud, isabito, da je do mee na economische ontwikkeling. De nes don verlegen, da je luku doof buurvrouw tak, luku va doof buurvrouw e gromai prasi bus busi. Dat aan nog één. In wet ijver dat. Yeah. Of buurvrouw kan doen, of buurman kan doen. Je kan doen toe. Mie kan doen toe. Yeah. En dat naar prins Pari. Isabi toch. En als aan dat belangrijk, om met moeite in alibidisi. En minen na Mazara Gambo. Dignity. Ja, Mazara Gambo, maar dat kan als een man. Want met z'n zeepsa, mie altijd de actie vanuit het programma die zie. Voor een trouwe doti tapstrati. De man die in Luku televisie dat de man ook schreef om een doti dit op straat. En hoe net aksan zomaar in een programma is, we zorgen ook toe va als een naam en gedrag in schreef. Wat about over, if it tak over doti tori. Die awansani wordt in rustig in een badje, dat doet wat je kon je pot op straat. In een biggie pot op straat, dat is op doet wat je kon, want dat dat goed apé dohaar en panja. En zo maar zeggen. Ja, toch. Dus, vanuit dat programma is, we ook zo'n hoor rekenen aan Sandati. Notruwe, doti, abstrati. Met dat goed grantangie, toen we tralies bakken, dat we de natuurie.